wat ben ik aan het doen? Ik ben ijs aan het maken. En door dat ijs ga ik amandelkoekjes doen. Dat zijn deze koekjes. Dat zijn brosse Italiaanse amandelkoekjes. En die heb ik nu net helemaal tot moes geslagen. Ik ga eerst slagroom stijf kloppen met poedersuiker. Ga ik er yoghurt doorroeren. IJs dat niet in een ijsmachine is gemaakt, dus niet geroerd is tijdens het bevriezen en waar geen eieren in zitten, mag officieel geen ijs eten. Ik noem het gewoon frozen yoghurt. De koekjes die ga ik door dit verrukkelijke yoghurt roommengsel spatelen. En dan hoef ik het alleen maar in te vriezen, zo simpel is dit ijs. Ik heb deze cakevorm heb ik wat plastic folie ingedaan. Dan kun je straks als het ijs bevroren is, kun je het heel makkelijk storten. Zo. Zo mooi glad maken. Dichtvouwen. En dan moet hij 1 uur of 6 in de vriezer om goed aan te vriezen. Ik ga er een frisse rode saus bij maken van frambozen, poedersuiker. En een beetje water. Jongens, wie wil er ijs? Frozen yoghurt trappen ze niet in. Kijk eens even. IJs voor jou. IJs voor jou. En IJs voor Pep. Wie wil er een beetje saus? Ik niet. Jij niet? Wie wil er wel saus dan? Niemand saus? Nee. Nou, dan neem ik een saus.